In een operatiekamer van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Artsen in opleiding spelen hier met prototypes van een aantal serious games. Constant zie je wel dat de parameters wisselen, dus je moet het wel in de gaten houden. Zie hier het project Patiëntveiligheid, een samenwerkingsverband van Dutch Game Garden, TNO en het AMC. Artsen in opleiding moeten heel veel leren, in korte tijd. En dat wil je liefst ook nog zo doen, dat het buiten de patiënt plaatsvindt in het kader van patiëntveiligheid. Dus als je artsen in opleiding kunt trainen met mobiele platforms, op een goede manier, is dat winst. Het speelt zich ook af in een operatiekamer. Mensen praten over het weer, er zijn allerlei piepjes, de telefoon gaat, er lopen mensen langs. Allerlei signalen en het is je het doel om te filteren welke signalen belangrijk zijn. Het project Patiëntveiligheid is een spannend project, want de game designers moesten een game ontwikkelen voor medisch specialisten. En die willen natuurlijk een game waar ze wat aan hebben. Een uitdaging dus voor deze heren. Want een pleister plakken konden ze wel voor ze aan dit project begonnen, maar dat was dan ook zo ongeveer hun medische kennis. Ja, mijn medische kennis is zeer beperkt. Je moet inderdaad een hoop informatie tot je nemen waar je feitelijk nog niet heel erg mee bekend bent. En dan moet je ook in korte tijd daar iets uitpikken wat interessant is voor een game. Het zijn niet alleen maar leuke spelletjes. Nee, artsen in opleiding moeten echt levensreddende handelingen ook uitvoeren. Ik kijk nu bijvoorbeeld naar een patiënt met een schotwond in zijn gezicht. Een hele nare foto. De arts moet direct kiezen voor de juiste handeling om zo weer punten te verdienen. Het goede antwoord is een directe tracheostomie. En dat is een gat in de luchtweg maken om de patiënt weer van lucht te kunnen voorzien. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is niet even een leuk spelletje. Het is een leuk spelletje, maar het is wel een serious game en je wordt er beter van als dokter. Ik denk dat het zeer realistisch is. Je moet je aandacht erbij houden. Dit blijft natuurlijk een spelletje en geen echte patiënt. Nee, maar ik denk dat je bepaalde skills die niet technisch zijn, van aard zijn, dat je die wel uit een andere context kan halen en kan gebruiken in je dagelijks leven als arts zijnde.